Hallo, dit is weer even een kleine opname van wat ik gezien heb van een stream van X-Men. En dat is het legen van een combine met een overloader. En aan de ene kant moet dat natuurlijk wel kunnen. Wat ik gedaan heb, ik heb hier een route toegevoegd. Deze route, die heb ik toegevoegd. Puur alleen voor de overloader. Ik heb een wachtpunt voor hem gemaakt. Field 95 overloader en een Field 95 overloader lossen. Ik heb een kleine overloader genomen, zodat we het even wat makkelijker kunnen bekijken wat er gaat gebeuren. Hij is qua inhoud kleiner dan wat de combine heeft, dus hij moet hem legen en zou die alsnog weer naar de combine toe moeten gaan. Je ziet, hij gaat al het veld op. Hij rijdt in principe hem al een beetje achterna. En dat mooie is, je kunt het ook allemaal instellen, hè? Je kunt de distance van de combine kun je ook allemaal instellen. Laten we zeggen 3 meter, maar je kunt ook zeggen van nou 8 meter. Wij doen deze. Fly. Ik heb een klein veld genomen om het uit te proberen. Werkt dit, dan kun je ook grotere overloaders gebruiken qua grootte van veld natuurlijk. De uitzending van X-Men die deed het samen met Coursplay. Nou, ik laat de combine laat ik door AI Vehicle Extension doen, dus hij rijdt gewoon rondjes zodat de pijp altijd de goede kant op gaat. X-Men in zijn uitzending zag je dat hij dus op en neer liet gaan met Coursplay. Het nadeel daarvan is dat hij op den duur de pijp aan de verkeerde kant heeft staan. Nou, als dit goed gaat, dan hoef je in principe niks meer te doen aan dit veld. Oké, okay. Hij geeft aan van de combine geeft aan dat hij dus de tank op 80% heeft. Ik heb aan de trekker opdracht gegeven om bij 99% van de combine echt naar de combine toe te rijden. Voor hele grote velden is dit natuurlijk ideaal dat de trekker de combine achtervolgt. Want als het veld echt heel groot is, dan heb je kans dat de wachttijd veel langer is.
Je ziet dat hij rijdt ook netjes om de gewas heen. En dat geef je door middel van dit aan. Maar ook. Zie, afgooi vooruit. Daar geef je dus ook in principe aan. Het mooie is dat elke keer dat hij dus de motor af laat slaan, dat scheelt allemaal weer brandstof. Nou, dan kijken wat hij gaat doen. In principe moet hij er zometeen heen gaan. Al die tijd volgt hij hem. En koffie drinken. Kom op, jongen, wat ben je aan het doen? Al die tijd volgt hij hem netjes en nou zegt hij van bekijk het even. Ik heb verder niks veranderd. Stil.
Hij zegt dat hij aan het wachten is voor een call. Of het heeft te maken met dit hier. Als ik deze nou eens op field 95 doe. Het moet niks uitmaken. Kijk, toch wel. Dat heeft dus wel mee te maken. Oké, maar het maakt niet zo geluid. Aan de ene kant is dat logisch. Want er komt bijna in de field 95. Dus deze extra lost plek, field 95, op field OV, die kunnen we laten vallen. Oké, dan ben ik zo meteen benieuwd wat er gaat gebeuren als hij vol is. Hij is nou vol. Dan gaat hij dus naar field OV lossen. Dat is mooi. Je ziet, hij gaat dus eigenlijk zoekt hij zelf een plek op. Maar dat is niet mooi. Oké. Gaat goed. Field OV die kunnen wij gaan verwijderen. Nou vindt hij de trigger, nou gaat hij hem lossen. Oké. Dat moeten we nog even iets veranderen. Dat veranderen we dan even in zo. Dit mogen we iets veranderen. Oké. Dit. Die field 95, die gaan we verwijderen. Dat doe je, klik je hierop. Delete. Dan is die weg. Dan gaan wij dit een beetje opschorten. Dat deze hier komt te staan. Zo hier ongeveer. Oké, nog een keer proberen. Oké, opdracht.
dan gaat hij hier dus. Dacht ik dat hij ging wachten. Dat gaat hij dus niet doen. Wat gaat hij nou doen? Hij ging naar 495. Toch op een of andere manier. Moet dat niet kunnen? Moet dat niet kunnen? Dan zou hij dus helemaal weer rond moeten gaan. En hij moet gewoon lossen. Nou. Als ik nou eens even. Als ik nou eens hier eens even naar Field 95. Wacht even. Ik doe het even anders. Dan maak ik hier. Field 95 A van Rename. Dan is die ook rename gedaan en dan doe ik deze ook rename. Ja, die pakt hij ook automatisch. Oké, dan doe ik hier Field 95 A en dan maak ik hier. Field 95 van creëert. Dan gaat hij vanaf lossen, gaat hij dan daar wachten. Hij is eigenwijs, hij rijdt nog gewoon even vrolijk. Oh ja, logisch. Ik kan je natuurlijk wel even aangeven dat hij naar veld 95. Oh, die hebben we veranderd. Nee, klopt ook wel. Die staat hier nog in. Kijk. Ja, die staat hier. Veld 95. Daar gaat hij heen. Dan ga ik deze veld 95. Ga ik even anders doen. Ik ga even stoppen. Ik ga even een nieuwe map aanmaken. OV. Bestand. Plaatsen. OV, OL, standplaatsen. Nou, maakt niet meer wat. Oké, OV, standplaatsen. Weet ik wat ik bedoel nu. Wat ermee bedoeld wordt. En dan kan. Field 95. Die kan dan. Die kan daarbij gezet worden. En dan zet ik. Deze field OV losser, die zet ik dan ook in die ene standplaats. Daar sta je, standplaats. Verder hebben we niks aan. Geen veld.
Ja, en aan de ene kant is het logisch, want die Field 95 die moet samen zijn met de Combine. De Combine zit in het Field 95. Die heeft ook op zijn scherm staan Field 95. Kijk, deze Field 95 aan, maar die moet Field 95 zijn. Oh, dat maakt niet uit, dit is Field 95 aan. Wat mij dus ook opgevallen is dat hij dus ook eerder naar de combine toe gaat in plaats van dat die 5, dat die 99% is. Hij krijgt ongeveer door wat de inhoud van de combine is en de inhoud van deze. Als dat correspondeert, dan gaat hij dus ook eerder naar zijn naar de combine toe om te lossen. Maar wat hij nou gedaan heeft, dat komt dus niet helemaal goed, want er zit nog 3% in. Dus wat hij nou gedaan heeft, maar ja, doet er niet toe. Als het maar werkt, zeg ik altijd maar zo. Het enige nadeel is dat hij dus nu wel gaat wachten totdat die combine helemaal vol is. Dus dat was in principe geen snugger idee wat hij gedaan heeft, maar goed. Als het lossen maar werkt, dan is dat allemaal goed. Mm-hmm.
En wachten duurt lang. Vandaar dat ik ook een kleinere overloader genomen heb, zodat je even wat makkelijker kunt uitvogelen wat, hoe en wat je nog moet veranderen. En dan als dat allemaal goed werkt, dan kun je dat bij de volgende velden dus een grotere overloader gebruiken. Ik heb nu ook hier twee trekkers nou staan. Het had ook een vrachtwagen gekund. En bij de vorige, normaal gebruikte ik een vrachtwagen om de combine te lossen. En die kon hem dan in één keer vullen en dan reed je weg. Nou ja, als je het door middel van overloaden doet. Hou wel rekening mee dat je moet wel voldoende geld hebben, want ze kosten allemaal geld. Alles wat aanstaat om te wachten op commando's, kost allemaal geld. Dus ik heb hier nou 4 voertuigen aan het werk. Die kosten allemaal geld. Je kunt natuurlijk ook zelf de combine bedienen. En zodra jij hem vol hebt en je doet de pijp uit, geeft hij in principe al een waarschuwing naar de overloader toe. Van, hey, ik ben vol. En dan komt hij er ook aan. Dus dat scheelt dan weer. Dan heb je maar 3 aan het werk. Of eventueel 2 aan het werk. Die zou deze ook uit kunnen zetten. Helemaal uit kunnen zetten. En dan heb je maar 2 aan het werk. Zou zelfs die op 60% kunnen zetten. Kijk hoeveel procent die heeft. Zou hem dus ook 32% was dat. Nou, laten we zeggen 40%. Nou, als het goed is dat die combine dus 40% is, dan zou hij dus daarheen moeten rijden en dan kan hij die laatste 3% erop halen.
zal die toch langzamerhand wel bijna op 40% zitten. Dat wordt spannend.
gaat hij dus nu zelf naar de... naar de trekker toe. Te lossen. Een beetje eigenwijs. Hij wil niet doen wat je moet doen. Waarom pak je hem niet? Hij gaat lossen.
Wat me wel opgevallen is, het, qua, het is, zit wel een verschil in trekken die commando's opvolgt. Dat is mij wel duidelijk geworden. Gaat deze naar farm silo. Deze die kan naar sturen naar de shop. Goed. Nou. Dus het idee, het lossen met een overloader werkt wel. Nee, je verbindt hem gewoon aan de route. Maak even een rondje lus, zodat hij hem van alle kanten kan bereiken. Geef een punt op waar hij moet lossen. En dan komt alles goed. Nou, ik hoop dat dit een beetje bijdraagt aan het autodrive gebeuren. Heb je vragen, zou ik zeggen, laat het weten. En dan komt het allemaal wel weer goed. Oké, hey, bedankt. Hoi hoi.